Goedendag. Ik ben Peter Elders, lijsttrekker van de VVD in Horst en Maas. En we gaan u de komende minuten meenemen in het filmpje rondom de belangrijkste thema's uit ons verkiezingsprogramma. We zijn heel blij dat we na 8 jaar afwezigheid in de gemeente Horst en de Maas weer mee gaan doen met de verkiezingen. We doen dat onder het motto gewoon doen. We zijn daar voor de ondernemers, we zijn daar voor de inwoners, we zijn daar voor iedereen. Ons programma is ook heel breed en ons programma is ook zo gemaakt dat iedereen er iets van zijn of haar gading in moet kunnen ontdekken. We zijn een enthousiast team, we zijn met 11 mensen en deze 11 mensen die onderschrijven onze kernwaarden: integriteit, kwaliteit en betrouwbaarheid. Daar gaan we voor en dat gaan we doen voor deze gemeenteraadsverkiezingen en natuurlijk ook voor de 4 jaar die daarna gaan volgen. Ik wens u veel kijkplezier op deze tour door de gemeente Horst en de Maas. Voor onze inwoners vormt de ontwikkeling van Greenport Venlo een belangrijke banenmotor. Maar dan moeten we nu wel gaan werken aan vestiging van ondernemingen die toegevoegde waarde en kwaliteit bieden aan de omgeving. Die zorgen voor werkgelegenheid voor de eigen mensen en passen in de ontwikkeling van de agribusiness, de maakindustrie en de logistiek. Dus geen snelle meters maken met grondverkoop, maar rustig en wel overwogen een kwaliteitsslag maken. Zodat we over 10 jaar niet met deze hallen leeg blijven zitten. Het is van belang dat de gemeente goed samenwerkt met de onderwijsorganisaties en de ondernemers in Horst en de Maas. Waarom? We moeten jongeren hier houden en niet opleiden voor werkloosheid, maar opleiden voor een baan waar ze hier in de regio ook iets aan hebben. We ondersteunen ondernemers met draagvlak in en voor de omgeving. Maar leefbaarheid en gezondheid zijn ook belangrijk. Onze boeren in de veehouderij, land- en tuinbouw, leveren in onze gemeente een grote bijdrage aan de welvaart en het welzijn. We willen dat de agrarische sector zich kan blijven ontwikkelen en niet onnodig wordt gehinderd. Ook moet er ruimte zijn voor nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, toerisme of natuurbeheer. Ongewenste ontwikkelingen, met onder andere megastallen, moeten worden voorkomen. We houden allemaal van onze mooie natuur in de gemeente, zoals hier in het Schuitwater. Het is belangrijk dat we goed voor deze natuur zorgen. Tegelijkertijd willen we ruimte om te wonen, willen we geld kunnen verdienen en niet in de file staan. De natuur, zoals hier, moet toegankelijk zijn voor recreatie. Groen en economie zijn geen tegenstanders van elkaar, maar kunnen goed hand in hand gaan en elkaar ook versterken. We willen kansen die zich voordoen aan en langs de Maas alle ruimte geven om hiermee de verbondenheid van Horst en de Maas met deze rivier verder te vergroten. Deze ontwikkelingen kunnen een sterke boost geven aan de verdere ontwikkeling van de regio als economische en toeristische trekpleister. Iedereen verdient goede zorg en je moet worden geholpen als je gezondheid je in de steek laat. We vinden het normaal dat familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. En als dat niet lukt, staan professionele mensen klaar voor de benodigde ondersteuning. Het is van belang dat de gemeente zorg dichter bij de mensen aanbiedt. En daarom ondersteunen we initiatieven op zorg op kleine schaal. Mantelzorgers dienen te worden bijgestaan om te voorkomen dat ze overbelast raken. En de gemeente dient mantelzorgers te waarderen met bijvoorbeeld een mantelzorgpas. Naast de agrarische sector is ook het toerisme van groot belang voor de welvaart en de economische ontwikkeling van onze mooie gemeente. Het toerisme biedt werk aan 2000 mensen en er wordt meer dan 165 miljoen euro in geïnvesteerd. Dat is niet niks. De ontwikkelingen van Toverland en die van hier op de Schatberg moeten maximaal worden ondersteund en ook afgestemd met het beleid voor investeringen op andere plekken in de gemeente. Maar ook toeristische pareltjes in de kernen moeten worden gekoesterd. Zoals u hier ziet in afhang 3 willen we dat er voldoende wordt gebouwd in de gemeente. Voldoende koopwoningen voor elke doelgroep en kavels voor mensen die daarop een eigen huis willen gaan bouwen. Aan de andere kant is het ook nodig nieuwe woonvormen te ontwikkelen. Bijvoorbeeld voor ouderen die zorg op maat nodig hebben en ook op bepaalde manier moeten wonen. Of voor jongeren die onder de vleugels van de ouders hun eigen bestaan willen opbouwen. In overleg met de woningcorporaties willen we nog eens kritisch gaan kijken naar mogelijkheden voor het actief stimuleren van doorstromen van huurders.
Een goede bereikbaarheid van de 16 kernen binnen onze gemeente is van vitaal belang. Daarom moeten er ook goede fietsverbindingen zijn. Fietsverbindingen die veilig zijn en ook goed verlicht. Fietssuggestiestroken mogen ook niet als parkeerplaats worden gebruikt. Maar ook passend openbaar vervoer is een aandachtspunt, zodat mensen die minder eigen vervoersmogelijkheden hebben, thuis niet vereenzamen of minder gebruik van centrale voorzieningen kunnen maken. En wat ons betreft krijgen we, naast dit station, straks ook een station Greenport Venlo Grubbevorst. Voor een verdere ontwikkeling en bereikbaarheid een must. Hardrijders en idioten op de weg dienen te worden aangepakt. Wat ons betreft dienen nu eindelijk maatregelen te worden genomen voor de verkeersproblematiek op deze weg hier in Meerlo en verderop in Tienrij. Je zou kunnen beginnen met handhaving door middel van flitskasten en niet, zoals nu af en toe gebeurt, ad hoc met laserguns controleren. De afgelopen paar minuten heb ik u meegenomen rond een aantal plaatsen in onze mooie gemeente Hoofdstellenbaas. We hopen u een klein beetje een inkijkje gegeven te hebben in waar we voor staan en wat we willen doen. Maar natuurlijk willen we nog veel meer doen en dat is allemaal te vinden in het verkiezingsprogramma. Dat vindt u op onze website www.vvdhoofdstellenbaas.nl. Wij zijn er klaar voor. Ons team is er ook enthousiast klaar voor. En we gaan met enthousiasme er tegenaan en we rekenen op u.